Ongeveer een jaar geleden begon ik in samenwerking met Coimurz deze serie om juist de kracht van maandelijks te investeren te laten zien, de zogenaamde dollar cost averaging. En dat is misschien maar goed ook eigenlijk als we naar de grafiek van bijvoorbeeld Bitcoin gaan kijken. Want in de afgelopen 12 maanden hebben we twee keer een nieuw record gezien voor Bitcoin, bij 64.000 dollar en bij 69.000 dollar. Maar we zijn ook twee keer flink gezakt. Eén keer naar 30.000 dollar. En op dit moment zo rond de 35.000 dollar. En er zit dus blijkbaar veel emotie in de markt, zowel wat betreft hebzucht als wat betreft angst. En daar wordt vooral ook heel erg op ingespeeld. Maar als je gaat kijken, als ik nieuws moet geloven, crypto nieuws of influencers moet geloven, dan is bitcoin juist het antwoord, de oplossing. Tegen inflatie, tegen centrale banken die alleen maar geld bij blijven printen. Maar waarom zien we dan juist ook bij Bitcoin bijvoorbeeld dat eigenlijk in de laatste paar maanden we juist met een daling te maken hebben, terwijl eigenlijk de inflatie alleen maar toeneemt? Dus laten we gaan kijken naar Bitcoin, de koers, maar ook inflatie en het geldprinten van banken en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En zoals gezegd, in deze video wil ik vooral gaan kijken naar bitcoin en naar inflatie. Ik geef je mijn mening, mijn visie, maar laat ook vooral jouw mening en jouw visie achter in de reacties onder deze video. Maar laten we dan deze video beginnen met het geldprinten van centrale banken. En dan specifiek kijken naar de geld in omloop in de EU en in de VS. En hierbij valt eigenlijk op dat zowel de EU als de VS al lange tijd constant geld bijprinten. Dat, ja, dat weten we, dat gebeurt altijd, maar eigenlijk de laatste tientallen jaren misschien wel eens een stuk meer sinds de laatste paar crisissen. En de EU doet dat wat geleidelijker, zien we hier, wat constanter. En de VS maakt eigenlijk af en toe wat grotere sprongen. Maar eigenlijk vanaf begin 2020, vanaf corona... zien we dat eigenlijk bij beide grootmachten, laten we het zo even noemen... dat we daar wel een flinke stijging, een flinke toename kunnen zien. Dus daarover kunnen we het eens zijn. Van centrale banken printen gewoon veel geld bij... Om dat bijvoorbeeld te lenen aan landen wereldwijd of de landen waarvoor ze werken. Of om obligaties of aandelen op te kopen. Juist om de economie ook draaiend te houden. En dat is ook heel logisch dat dat gebeurt. Want op het moment dat je economieën gaat sluiten, in een lockdown plaatst. Dan wil je eigenlijk voorkomen natuurlijk dat er chaos ontstaat. Dat er paniek ontstaat. En juist op deze manier kun je dat ondervangen. Want natuurlijk als je iets... Uh, ja, helemaal dicht maakt, lockdown doet zul je daarvoor een subsidie of een vergoeding moeten geven om ook iedereen gerustgesteld te houden. En het punt dat mensen dan maken over bitcoin is dat bitcoin maximaal 21 miljoen bitcoins heeft. De blockchain of bitcoin is zelf zo geprogrammeerd dat er maximaal 21 miljoen uh, bitcoins gemined kunnen worden en dat je dus niet zoals centrale banken doet, daar eindeloos mee door kunt gaan, geld bij kunt printen bitcoins blijven minen. Nee, dat is niet mogelijk. Er zijn gewoon maar 21 miljoen bitcoins maximaal te minen. Maar de vraag is dan vooral van, komt die inflatie juist door het bijprinten van centrale banken of ligt dat ergens anders aan? En dan komen we dus aan bij een heel belangrijk punt en dat is de inflatie. En het klopt gewoon inderdaad, de afgelopen maanden was de hoogste inflatie in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt ook gewoon het CBS, niet specifiek in dit artikel. Maar het was het hoogste in november zagen we de grootste stijging. Maar gaan we kijken naar dit uh, nieuwsbericht of dit... Ja, cijfer eigenlijk. Dan zien we dat afgelopen december we te maken hadden met een 5,7% inflatie hier in Nederland. En kijken we iets verderop. Dan zien we de grafieken van eigenlijk de ontwikkeling van deze inflatie. We zien hier trouwens in december nog een kleine deflatie. Dus geen inflatie, daar is negatief. Na de hand is het wel lange tijd. Telkens gestegen. En vooral de laat, het laatste jaar, laten we het zo even zeggen, zien we wel echt een enorme toename. Maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te begrijpen hoe dit berekend wordt. En bij een inflatie of bij de CPI, de consumentenprijsindex, wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van prijzen. Ten opzichte van 12 maanden geleden, ten opzichte van een jaar geleden. En een jaar geleden was dat natuurlijk een heel ander beeld. Dat zien we. Eigenlijk hieronder in al, dan had het over december, november, december 2020. En toen was het juist ja, het laagste punt in jaren. Vergeleken met de december voordat de coronacrisis kwam bijvoorbeeld. Daar hadden we nog te maken met 2,7% inflatie. In november, december zat het zo 0,8 tot 1%. Dat is eigenlijk maar 30% van wat het hier was. Een derde lager of misschien zelfs wel uh, drie kwart lager dan dat punt dus Automatisch, als je dan gaat vergelijken een jaar later. Dan kijk je van de prijzen op dit moment met die prijzen van vorig jaar. En als dat dan een heel laag moment is geweest, dan stijgt automatisch procentueel gezien, natuurlijk al, uh, ja, deze, deze inflatiecijfers. En de vraag dan is dus vooral: komt dit door het bijdrukken van geld? Dat is onder andere een oorzaak daarvan. Um, dat zien we vaker gebeuren. Maar wat we ook kunnen lezen, is dat dat vooral te maken heeft de laatste jaar. Uh, niet alleen in Nederland trouwens. Door de energie die duurder wordt. Energie um, merk je misschien zelf bij je stroom- en gasprijzen of bij je benzine- of dieselprijzen. Maar juist dat is heel belangrijk voor de hele economie. Want de hele economie heeft energie nodig om te produceren, om dingen te vervoeren. Dus een heel belangrijk onderdeel daarvan. En kijken we juist naar de prijsindex van elektriciteit. En elektriciteit is ook gebaseerd op de prijzen van olie bijvoorbeeld. Dan zien we dat die juist... De donkerblauwe lijn in 2020 eigenlijk vanaf het begin tot het einde van het jaar juist afnam. Terwijl juist vorig jaar dus een heel erge stijging hebben gezien. Een bijna een verdubbeling als we naar deze cijfers gaan kijken van 182% ten opzichte van het begin van 2021. Dus een heel belangrijk punt, een heel belangrijk deel van die inflatie komt niet zozeer door het bijdrukken van geld, maar juist door de duurder wordende energie. En omdat we dus vergelijken met 12 maanden geleden, pak ik ook even een nieuwsbericht van uh, december, eigenlijk de inflatie van december 2020. Die steeg toen naar 1%, zoals we hier zien. Hier zien we november 0,8. De 1% die we straks ook zagen. En wat ik vooral hieruit wil opmerken, is dat we hier juist kunnen zien dat. Motorbrandstoffen waren 7,4% goedkoper dan een jaar geleden en in november was die daling nog 8,9%. Dus toen hadden we juist te maken met een daling van prijzen van dit soort onderdelen die heel belangrijk zijn voor de inflatie. En afgelopen weekend had de NOS ook nog een goed artikel over inflatie, waarin ze juist binnen Europa naar verschillende landen gingen kijken en waarom juist binnen Europa ook heel grote verschillen zijn in de inflatie per land. Ik heb daar een paar zinnen uit uh, gemarkeerd, zeg maar, die ik graag wil bespreken, omdat ik ze denk wel, ja, ze zijn denk ik wel heel belangrijk om. Ook deze verschillen te begrijpen. En het gaat dan om dit artikel, wat gisteren dus, ochtend is gepubliceerd. En wat eigenlijk ook gaat over uh, waarom het ook juist een probleem kan zijn dat er zo'n grote verschillen zijn in Europa. Want Europa wil natuurlijk als centrale bank in, op één manier optreden, terwijl er ja, het ene land het veel andere cijfers laat zien dan het andere land. Hier zien we het ook grote verschillen: Estland zo rond de 12%. Malta, Portugal zo onderin de 2%. Nederland zo rond de. Iets boven de 6% uiteindelijk. Dus het gemiddelde ligt op 5%, zien we hier ook. En dat zien we eigenlijk ook wel wat eigenlijk de samenvatting van dit artikel is. Dat komt neer op de grote verschillen. Zijn deels een gevolg van hoe landen omgaan met die prijzen. En met prijzen bedoel dus dan juist de hoge energieprijzen. Gaan we kijken, hier zien we de landen die worden meegenomen in dit artikel. Ten eerste Estland. Daar zien we eigenlijk staan dat dat juist komt. die Inflatie, die hoge inflatie, doordat de prijzen in Estland heel flexibel zijn. Door de pandemie daalden de prijzen juist waardoor de stijging nu sterker lijkt dan hij daadwerkelijk is. Zoals we eigenlijk eerder ook al zeiden, we gaan juist vergeleken met een jaar geleden. En dan is het procentueel gezien een heel groot verschil. Maar er wordt dus juist minder of geen rekening gehouden met dat het vorig jaar misschien wel een stuk lager was dan het jaar daarvoor. En we lezen ook dat de lonen stegen met 7% en dat door pensioenhervormingen er juist ook meer te besteden was. Meer vraag betekent hogere prijzen. En ook steeg de elektriciteitsprijs nog eens extra vanwege een tekort dat verschillende uh, centrales buiten gebruik waren. Dus we zien eigenlijk op verschillende punten, maar ook hier speelt energie een heel belangrijke rol in Estland. Dat is juist helemaal niet het geval of juist beperkt in Frankrijk door het ingrijpen van de overheid. De lage inflatie komt met name doordat de Franse regering de gas- en elektriciteitsprijzen heeft bevroren. Dus juist omdat ze daar vast hebben gelegd wat de prijzen zijn, zorg je ook dat het niet zo zwaar weegt. Of voor grote schommelingen zorg, bijvoorbeeld in de inflatie. In Spanje hebben ze ook door uh, hoge energieprijzen een hogere inflatie. Maar ook wel door de voedselprijzen. Daar zien we een plus van 6,5% voor voedselprijzen. En tenslotte, dus Nederland. Nou, in Nederland ligt de inflatie relatief hoog. Ook hier zijn hoge energieprijzen de grootste veroorzaker, en die zijpelen door naar andere sectoren. Zoals ik al zei, elke sector heeft energie nodig om iets te produceren of iets te maken. En dat ja, rekent zich wel door uiteindelijk in de prijzen. Maar tegelijkertijd werd er ook tijdens de lockdowns een recordhoeveelheid gespaard. Waardoor huishoudens extra te besteden hadden toen Nederland juist weer open ging. En juist door die extra vraag en juist ook tekorten in sectoren als de bouw, autosector en papier gingen de prijzen juist omhoog. Dus, dus door een tekort gaan prijzen omhoog, door een grote vraag gaan prijzen omhoog. En juist als dan in één keer alles van mag, iedereen weer geld uit kan geven, zie je eigenlijk dat iedereen het in gaat halen en juist daardoor ook nog eens extra uh, prijsstijging zien. En mijn verwachting is dat juist dan de inflatie zal gaan afnemen. Dat komt dan vooral door twee punten. Aan de ene kant doordat er minder vraag is. Zoals we dat net ook al in het laatste artikel zagen. Juist omdat mensen op sommige momenten in één keer weer heel veel konden besteden. En het ook wel mogelijk was om dingen te kopen. Ging iedereen heel veel kopen, door de vraag juist steeg. Of juist, wat we eigenlijk ook al zagen bij computerchips of bij zeecontainers. Door het juist aan het begin van de crisis. Uh, uit te stellen of juist minder vraag was, werd alles daarop aangepast. Maar al vrij snel leek het dat het heel anders was, dat de vraag gewoon continu was. Gingen heel veel bedrijven, producenten, juist proberen in te halen, waardoor ze extra bestelden, waardoor dus eigenlijk gevoelsmatig een tekort komt, een hype komt. Dat zagen we dus, zoals gezegd, bij computerchips, dat zien we nu denk ik ook wel een beetje bij energie. Dus dat zal over een paar maanden of over het einde van het jaar, zal het alweer over zijn. En het andere punt is juist, Zoals ik eerder ook al zei, dat we juist gaan vergelijken met een jaar geleden en omdat juist de afgelopen maanden het al procedentueel gezien heel hoog was, als nu dus prijzen niet zo heel veel stijgen of niet zo heel veel dalen, zul je zien dat aan het einde van het jaar het verschil niet heel veel groter was uh, met vorig jaar. Dus dat automatisch op die manier al inflatie zal gaan, uh, gaan dalen. Al moet ik wel opmerken dat inflatie natuurlijk wel een structureel probleem kan worden op het moment dat we de huidige stijgingen gaan verwerken in onze lonen, in onze salarissen. Waardoor ze dus eigenlijk wel structureel worden. Want ja, lonen worden dan een stuk hoger. Alle, al die lonen worden weer doorbelast, net zoals energie op dit moment bijvoorbeeld. Dus dat wordt alles weer duurder. Dan komt er mogelijk juist meer vraag naar producten door deze stijgingen. Of producten worden überhaupt al duurder. En dan komen we dus in de zogenaamde loonprijsspiraal. Of we kunnen juist. Anders omgaan, dat alles weer goedkoper wordt. En dan krijgen we dus te maken met deflatie, negatieve inflatie, zeg maar. Waardoor op de korte termijn juist de koopkracht wel toeneemt. Omdat die prijzen dalen. Maar dat op de lange termijn juist slecht kan zijn. Omdat consumenten en bedrijven misschien ook wel aankopen uit gaan stellen. Want hoe langer je wacht, hoe goed, goedkoper het wordt. En dat kan dan juist weer zorgen voor een recessie van de economie. Dus dat is juist weer uh, iets wat. Juist de verkeerde kant op kan gaan. En dan komen we dus aan bij het stukje waar ik iedere maand 100 euro aan crypto ga kopen. En dat ga ik ook deze maand doen. Want ik ga niet zo letten op wat de inflatie gaat doen op de korte termijn. Wat mijn verwachtingen daarvan zijn, heeft niet zoveel invloed of eigenlijk geen invloed op wat ik ga doen. Juist omdat ik ga kijken naar de lange termijn. Zoals gezegd, dat is ook het idee van deze serie. Juist door dollar cost averaging te investeren op de lange termijn. Soms zul je wat. Te veel betalen op het moment dat koersen hoog staan. Op andere momenten kun je juist profiteren als koersen laag staan. Zoals dat een beetje op dit moment ook het geval is met bitcoin bijvoorbeeld. En ik pas DCA dan juist ook toe. Omdat ik niet continu dagelijks of wekelijks bezig wil zijn. Met alles over crypto bijhouden. Daar heb ik de tijd niet voor. Daar heb ik ook ja, de energie niet voor om dat te gaan doen. Ik weet waarom ik het wel interessant vind voor de lange termijn. En dat is de technologie erachter. De mogelijkheden erachter. Um, maar ja zoals gezegd. Het maakt me niet zoveel uit wat de schommelingen zijn op de korte termijn. Ik geloof er vooral in op de lange termijn. Dus laten we even gaan inloggen bij mijn account bij CoinMerce. Om te gaan kijken hoe het portfolio er nu uitziet. En ook om mijn aankoop voor deze maand te gaan doen. En dat ziet er dan als volgt uit. Op dit moment is er uh, mijn account 818 euro waard. En staat er alvast 100 euro klaar voor mijn aankoop zometeen. We zien wel op de dag zelfs dat we al flink in de min staan. Maar gaan we vergelijken met een maand geleden? Toen is het echt een stuk meer waard, was het toen. Uh, eind december was mijn account bijna 1340 uh, euro waard. Dus dat is een flinke daling die we hebben gezien. En nou, dat zien we hier eigenlijk ook rechts wel bij mijn wallets op dit moment. Bitcoin staat zo'n 29% in de min. Ethereum staat in de min met zo'n 11,5%. Uh, Cardano 30% in de min. Dus we hebben best wel flinke klappen gekregen de laatste maand. Alhoewel, kijken of sinds het begin dat ik begonnen ben. En natuurlijk heb ik hier iedere maand zo 100 euro ingelegd. Die stapjes zien we ook vaak wel. Heb ik uiteindelijk toch wel behoorlijk wat opgebouwd. Al zien we ook wel linksboven dat ik uiteindelijk nog steeds een kwart van mijn vermogen ben kwijtgeraakt van mijn inleg. Dat is natuurlijk ook wel omdat we misschien op het dieptepunt staan. Ik weet niet of het hier zal blijven. Of het verder zakt, bijvoorbeeld de koers van Bitcoin, of dat we gaan herstellen. Op de lange termijn zal het wel gaan herstellen. Dus is het voor mij juist weer iets om zeg maar goedkoop weer wat bij te kopen, wat te investeren. En dat is dus juist de kracht van dollar cost averaging. Misschien heb ik op bepaalde momenten hier dat de koersen heel hoog waren, heb ik gekocht. Heb ik relatief weinig kunnen kopen van mijn 100 euro, terwijl op dit moment nu de koersen lager staan, misschien zelfs wel gehalveerd zijn, kan ik dus in principe relatief gezien dubbel zoveel kopen van die 100 euro. Dus dat op de lange termijn komen we toch op een gemiddelde prijs uit. En ik denk op de lange termijn dat we ook een stijging zullen zien. Dus dat komen we automatisch positief uit. Zoals gezegd, dat is mijn verwachting. Dus laten we vooral gaan kijken wat ik deze maand ga doen. En dat is eigenlijk een beetje wat ik al lange tijd zeg. Uh, het is vooral belangrijk om de ontwikkeling te laten zien. De kracht van dollar cost everything. En ik heb niet het idee met deze serie om juist de altcoins te gaan investeren. Natuurlijk, die kunnen keer 100 gaan, makkelijker dan dat Bitcoin keer 100 gaan. Maar ze kunnen ook makkelijk 99% van hun waarde verliezen. En dat zal bij Bitcoin minder snel het geval zijn. Al is dat daar natuurlijk ook mogelijk. En juist dus omdat ik geloof in Bitcoin en Ethereum, dat deze al meer gebruikt worden, zich al meer bewezen hebben. En dat daar ook de meeste investeerders in zitten, ook de meeste grote investeerders. Uh, is dat weer wat ik deze maand ga bijkopen? Waarbij ik 70 euro inleg in Bitcoin en 30 euro inleg in Ethereum. En misschien juist ook wel waarom we de daling zagen. Daar heb ik straks niet helemaal besproken. Uh, waarom juist crypto daalt de laatste maanden? Terwijl we datzelfde eigenlijk zien gebeuren bij de beurs. Terwijl op dat moment ook de inflatie omhoog gaat. Dus waarom reageert crypto op dit moment hetzelfde? Als dat de beurs reageert. Dat was vroeger niet zo. Ik denk dat dat juist komt, omdat crypto de markt volwassener wordt. Er meer grote partijen instappen met veel geld. En zij reageren eigenlijk hetzelfde als ze op de aandelenmarkt zouden doen. Dus vroeger zocht je als particulier gingen juist richting crypto om juist dat je ja, daar andere verwachtingen had dan de aandelenmarkt. Maar nu, omdat juist de grote partijen met het meeste geld er ook op die manier in zitten, zullen zij dus juist uh, vaak snel kopen en verkopen, denk ik ook wel, dat de markt eigenlijk hetzelfde... Gaat reageren als de aandelenmarkt. Maar laat ik dus even mijn aankoop gaan doen. En dan gaan we zo meteen nog even kort kijken hoe mijn portfolio op dat moment nog uitziet. En na mijn aankoop van die 100 euro ziet mijn portfolio bij de CoinMerse dus als volgt uit. Bitcoin staat nog steeds bovenaan met bijna 400 euro erin. Gevolgd door Ethereum met 330. Cardano is dan maar een klein gedeelte: 160 euro. 20 euro voor Polkadot, dat is al gehalveerd sinds ik het een keer heb gekocht, een paar maanden geleden. Dogecoin min 75% min toen ik het gekocht heb. Um, best wel een tijdje geleden, juist tijdens die hype. Om ook te laten zien dat een hype niet altijd zorgt dat er ook echt daadwerkelijk waarde onder zit. Dus uh, ja, dit is het beeld op dit moment. Laten we volgende maand ook weer gaan kijken hoe het portfolio zich heeft ontwikkeld. En dan ook weer een nieuw onderwerp rondom crypto gaan behandelen. Maar daarmee dus mijn visie, mijn mening over uh, Bitcoin aan de ene kant en de angst die mensen op inspelen misschien wel een beetje rondom de inflatie, dat Bitcoin het antwoord zou zijn, misschien wel het antwoord op het geldprinten van centrale banken. Maar dat is niet de belangrijkste factor waarom we deze inflatie gaan zien of waarom deze inflatiecijfers de komende tijd zo zullen blijven. Ik denk namelijk dat ze zullen gaan dalen en dat verhaal gaat ook niet op. Ook de koers reageert niet zoals ja, we hadden verwacht bij dit verhaal. Als inflatie zou toenemen zou je ook verwachten dat de koers van bitcoin stijgt. En ook dat zien we niet gebeuren. Maar zoals gezegd, dat was mijn kijk, dat was mijn visie, mijn mening. Laat ook vooral jouw visie en mening weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.